Voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ga al schrijvende door het leven. Sedert mijn 17e schrijf ik dagboeken. En tot op de dag van vandaag schrijf ik, weliswaar op de computer dan, logboeken. Ik noteer van alles. Als ik een film gezien heb, kan ik een samenvatting maken. Als ik een goed gesprek heb gevoerd, dan schrijf ik dat op. Ik reflecteer over mijn eigen ontwikkeling. Ik maak samenvatting van boeken of ik kan zelfs zinnen overschrijven uit boeken. Reisverhalen maken enzovoort enzovoort. Die vluchtige ervaringen en boeiende inzichten, die hou ik graag bij. Ik ben er als het ware bezeten door om dat allemaal bij te houden. Als je het niet doet, ben je het zo kwijt. Dat is duidelijk. Sedert 1999 is dan het verlangen erbij gekomen om die inzichten in een boek onder te brengen. En tot op de dag van vandaag schrijf ik dus ongeveer elk jaar één boek. En daarmee consolideer ik dan een bepaald idee. Het gaat over NLP, coaching, relaties, het leven. In het begin waren die boeken uit verschillende uitgeverijen gebracht, allerlei vormen en maatjes. Maar sedert 2009 ben ik tot het inzicht gekomen dat ik eigenlijk een oeuvre aan het schrijven ben. Niet afzonderlijke boeken, maar geheel. En namelijk rond de ontwikkelingsgerichte benadering. Ik wil, en dat is mijn missie, het ontwikkelingsgerichte werken in de wereld zetten. Ik heb voor dat uiver dan ook gekozen om eenzelfde huisstijl, de bruine, warme kleur, te gebruiken. Dat is dan meteen herkenbaar. Nu, het interessante van een uiver is dat jij als lezer zelf kunt kiezen waar dat je begint. Je kunt met een introductie beginnen, dat is een samenvatting van de handboek. Maar je kunt ook meteen het handboek zelf nemen. Dat is dan het handboek over het vorkmodel, om te leren coachen. Of de ontwikkelcirkel om te leren met teams te werken. Maar het kan ook zijn dat je het ontwikkelingsgerichte wilt leren kennen via een heel ander soort boek, namelijk via de metaforen. Dat is een boek dat ik geschreven heb met Jeke de Ruiter, waar dat we 150 metaforen die coaches gebruiken, kritisch bespreken. Ook heel leuk is de ervaring uit de praktijk. Zoals je ziet, je kent die man, dat is mijn eigen praktijk, 100 anekdotes. Rond coaching, teams, opleiding, die het ontwikkelingsgerichte illustreren. Ook heel sterk is het boek dat ik samen met Anne heb geschreven, die een zeer authentiek, kwetsbaar verhaal is over onze eigen verhouding met de wereld en onze diepe verbinding met de natuur. In het Engels noemen we het Blessed by the Wild. En dan is er ook nog bijvoorbeeld mijn promotieonderzoek, over lerarenidentiteit, dat staat hier ook te blinken. Dus vooral het uiver dan, dat kun je leren kennen als een geheel ontwikkelingsgericht werken met individuen, teams en organisaties. En op de websites ontwikkelingsgericht.org of coachingbooks.net kun je dat ontwikkelingsgericht werken leren kennen. De boeken zijn eigenlijk een lage drempel om toegang te krijgen tot dit nieuwe soort van werken.